Ze wilden wat doen voor ons en ze konden niks. Inmiddels werken ruim 400.000 Nederlandse mannen tussen de 18 en de 50 jaar als dwangarbeider in Duitsland. Op straat zie je nauwelijks nog jonge mannen. Maar ook dat is niet genoeg voor de Duitsers. In de zomer van 1944 worden Frankrijk en België bevrijd en de Duitsers voelen de hete adem van de geallieerden in hun nek. Ze hebben mankracht nodig om verdedigingslinies te gaan.